kijkt naar deze nieuwe video. We hebben weer weekboodschappen gedaan bij Lidl. En in deze video laten wij jullie zien wat we allemaal hebben gekocht. Nou, dit is een overzicht van de boodschappen die we hebben gedaan. En dan gaan we beginnen. Als eerste, we hebben een kabel aangeschaft. Oh ja, deze. Die heb ik nodig voor mijn laskar. Oké. Altijd handig. En hoeveel meter is dat? 25 meter. Hij kan 3500 watt aan. Oké. Ja. Nou. Te koop bij Lidl nu. Ja. Precies. Nou. Kijk hoor. En dan? Weer. Ik pak een chocomel. Ja. Dan probeer ik de camera een beetje rustig stil te houden, anders wordt het een beetje gek. Ja. De heerlijke pakken chocomel. Lekker chocomel. Twee stuks. Ja. Marco doet het gelijk even in de auto. Juist. De... Twee pakjes magere melk. Magere melk, ja. Voor onder andere door de muesli. Ja. Ja. En nog wel eens wat anders. Ja, een glaasje melk tussen de middag. S'avonds. En deze zit 1 liter in elk pak. Ja. Sinaasappel ook zo. Sinaasappelsap. Vrijdagavond of zaterdagavond. Oh, lekker. In het weekend lekker tussen de middag. En een lekker hapje erbij. Of inderdaad bij het eten. Ja. Bij de broodjes. Eens even kijken. Gaan we eerst even de chips even doen. Oké. Okay. Deze. De Naturel. Lees. Ja. Naturel, ja, precies. Ja, ja, okay. Die hebben we gezien. En dan deze. Dat is de Snuggles Sweet Chili. Ja, aparte naam vind ik dat altijd. Snuggles, ja. Nee, het is een beetje hetzelfde als de Buggles. Vind jij dat nou erg lekker? Ja. Ja. Sweet Chili, ze hebben ook... We hebben het gezien. Ja. Ja, je blijft hangen. Ja. Maar dat hebben ze ook in Buggles. Oh, oké, okay. Buggles. Maar dan hebben ze deze smaak niet en daarom heb ik deze genomen. En deze? Uienringen. Ja, vind ik ook heerlijk. Ja, het waren vroeger ook thuis. Oh. Ga je wel lekker van stinken uit je mond als iemand anders dat niet eet? Valt mee. Ja. Okay. Broodjes. Lekkere afbakbroodjes. Elke dag vers. Elke dag vers, ja. Ja, dat is logisch als je ze zelf al afbak. Ja. Ja, maar dan kun je natuurlijk zo niet zo lang bewaren. En er zitten er hoeveel in? 10. Oh, 10 jaar. Ja, 10. Okay. En die bewaren wij het beste in de koelkast. Ja. Ja, dan blijven ze het beste. Ja. Je kunt ze ook invriezen. Ja. Dat kan ook. Even kijken hoor. Eerst heb ik nog wat anders doen. Kijk, daar heb je de Buggles. Oh ja. Oh ja, de Buggles, ja, moet ook nog. Ja. En deze, ik denk al, waar zijn ze nou? Ja. Nou kijk, deze smaak heb ik dus. En normaal hebben ze ook sweet chili. Maar bij Lidl hebben ze alleen deze. Daarom heb ik van Lidl merk sweet chili gedaan. En hier hebben we nog hamkaas. Oh ja. Dus deze hebben we ook lekker. Dan hebben we wat keuze, zeg maar. Ja, dat is zo. En kaas. We hadden nog wel genoeg. Ja. Maar we waren er nou bezig en bij die andere is die zeg maar nog tot zo... Voordeelverpakking. Ja. En hoe duur is deze? Kan je hem eens omdraaien? Ja, deze is €5,40. Oh, zoals ja. De kijkers zelf kunnen zien. En dat varieert van deze prijs ongeveer tot wel iets van €7. Ja, het kan wel behoorlijk schelen. Dus, maar dan krijg je ook meer natuurlijk. Ja, minder. Ja, dat is logisch. Ja, nu krijg je hem wat minder. En even kijken hoor, wat we allemaal hebben. Oh ja, deze. Hamburgers. Hamburgers. 12 stuks. Ja. Laat ze altijd eerst even van tevoren een dagje ontdooien. Voordat je ze in de oven doet of in de pan. Ja. Doe je ze dan in de koelkast om te ontdooien? Ja, ja, ja. Oh ja. S'avonds doet ze het nog in de ochtend zijn ze in. Oké. En kijk hoor. Ja, deze nou, natuurlijk. Wat vleeswaar hebben we nog. Ja, en dit wou jij een keer hebben. Ja, katenspek. Want we hebben eigenlijk altijd alleen maar salami. Dus ik denk, we gaan een keer wat anders doen. Ja. Dus katenspek. En deze. Salami. En, wat zou je nou moeten hebben? Daar nog één. Ja, ik ben bezig. Ja, jij bent de pakker deze keer. En de boeren met worst. Ja. Nou, dan hebben we 3 verschillende. Ik weet nu al dat ik deze lekkerder vind dan deze. Nou, weet ik niet. Ja. Misschien, ik denk dat ze allemaal wel lekker zijn. Ja. Nou, hebben jullie een leuke week gehad? Laat het even achter in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een leuke week gehad.
Lekker gewerkt. En deze. Saté. Daar hebben we 3 van genomen. Ja. Want die doen we... Satéstokjes, die doen we lekker op die afbakbroodjes die je net zag. Ja. Ja. Lekker. En die laten we ook eerst ontdooien. Ja, dat is wel lastig. Maar in de vorige video, kookvideo, had ik die van Albert Heijn. Die vind ik ook heel lekker. Oh, oké. Okay. Dus ja. Oh ja, ja, dat zei je. Ja. Vond ik eigenlijk, ja. Die smaakt iets anders, maar heel erg lekker. En? Dus dat is ook een aanrader. Weer kipjes. Kippies, ja. Voor op een vrijdag. Ja, je hebt ook een iets scherpere variant, maar wij hebben deze liefste. Ja. Nou. Ja, dat hou ik niet van, hoor. Die zijn dus scherpe. Nee. Nou, deze. En dan? De spekjes. Spekjes. Gerookte spekjes. Ja, zijn 10 cent, 13 cent geloof ik goedkoper geworden dan eerst. Ja. Nou, als je nou een prijs wil weten van één van de producten of wat meerdere producten, laat dan even achter in de reacties. Totaalbedrag vind ik niet zo heel erg boeiend om te noemen. Want ja, niet iedereen doet toch precies dezelfde boodschappen. Crunchy muesli. Naturel. Lekker. Met een beetje melk. Ja, precies. Een beetje melk er doorheen. Dat is ook wel lekker. Ja, dit is mijn ontbijt. Ja. Ik zet even in de auto en begrijp je het volgende. Oké, okay, nou dan laat ik jullie verder zien. Hier hebben we rode uien. Want ik ga namelijk deze week de boerensalade die ik vorige week kant-en-klaar kocht, ga ik zelf maken. Ik moet alleen nog yoghurtdressing hebben. Ik denk dat ik dat kant-en-klaar ga kopen. Ik zag het niet bij Lidl. Maar hebben jullie een leuk recept voor yoghurtdressing? Laat dan even achter. En anders ga ik even bij Albert Heijn kijken. Hier heb ik een XXL verpakking vegetarisch gehakt. En ja, die lag er ineens tussen. Dus ik denk, nou, lekker deze. Misschien kan ik de helft gebruiken en de andere helft in de koelkast of in de vriezer. Deze twee heb ik gehad. Oké, okay, ja. Dan heb ik hier nog een boerencake. Je hebt ook zo'n cake en dan is die al in plakjes gesneden. En deze is net iets goedkoper, dus dan kan je lekker zelf snijden. Nou, dan hebben we weer deze. Eigenlijk elke week hebben we deze. Karamelwafel. 2 verpakkingen. Ook makkelijk om mee te nemen, want ze zijn allemaal apart verpakt. Dan heb ik nog stapelchips. Sour cream en onion. Niet echt helemaal mijn smaak, want ik vind dat die smaak er nogal snel afgaat. Maar op zich best lekker. Dan heb ik nog wraps. Ik wil namelijk zelf vlamkoegen maken die we een tijdje geleden hadden. Met roomkaas en spekkies erover en uitjes. En ik had op internet gezien dat je dat ook wel hiervan kon maken. Dus dat ga ik gewoon lekker proberen. Dat hebben we dus 2 verpakkingen van. En in 1 verpakking zitten er 6 stuks. En je hebt ook iets kleiner en daar zitten er 8 in. Nou, deze hadden we vorige week ook gekocht. En die hebben we vandaag gegeten en die zijn echt heel erg lekker. Ik dacht eerst van, nou, dan moet je nog maar afwachten of je dat lekker vindt met die kazen. Maar ik vind dat echt een aanrader. Dus dat was heel erg lekker. Hè? Nou, zeker. Oh ja, heerlijk. Hij valt ook lekker licht. Ja. Het is niet dat je zo'n zwaar gevoel hebt of zo daarna. Paprika mix. Voor ook door de boerensalade en door de wraps die we gaan maken. Je kan in principe ook heel veel dingetjes doen. Ja, dat is zo. En zeker als je bij mij bent. Ik kan alles lekker zo. Volkoren beschuit. En ijsbergsla. Ook voor door de boerensalade. Dan nog een pakje met rijstwafels. En deze, die beviel ook heel erg goed. Dat is de schnitzel XXL. En ja, je hebt iets grotere en iets kleinere. Dus je kan er nog een beetje uitzoeken. Maar ik denk dat allemaal is het wel 250 gram. Maar de een ziet er wat groter uit dan de andere. Nou, dan heb ik nog mini krieltjes voor bij de... hoe noem je dat? Voor bij de boerensalade. Wil ik wat aardappeltjes, dan is het wat volwaardigere maaltijd. En ik heb een pleister om, want ik heb zo'n velletje hier naast mijn nagel. En die doet heel erg zeer. Dus vandaar.
Ja, thee. We hadden weer een beetje thee nodig. Volgens mij hadden we nog wel wat. Ja, ja, klopt. Maar ik heb liever een voorraad. Ja, een beetje voorraad. En ik doe ook wel eens 's middags aardbeien thee. Dat is ook heel erg lekker. Of die ontspanningsthee is ook lekker. Die heb ik trouwens nog niet gehad. Maar dat kan dus wel. En tenslotte, want de kar is verder leeg, hebben wij nog druiven. En die pak ik op en die neem ik mee. Ja, nou, dat was het alweer dan. Of alweer, ik ben al 10 minuten bezig. Nou, Marco die loopt daar weer. En hij brengt even de kar terug. En ja, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als dat zo is, laat dan even een duimpje omhoog. En ik zou het ook leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Ik hou er niet zo heel erg van om dat zo te zeggen. Maar ik vind het wel leuk. En misschien denk je dan van, oh ja, ik ben nog niet geabonneerd. Nou, doe dat dan even. Dat is hartstikke leuk. Want dan blijf je namelijk op de hoogte van mijn nieuwe video's. Nou, nogmaals, leuk dat je keek naar deze video. Misschien heb je wat inspiratie opgedaan. Laat eventjes weten hoe je week was, want daar ben ik wel benieuwd naar. En ja, alvast een fijne avond en een heel fijn weekend. Doei!